Barendrecht kiest. Dit zeggen de lijsttrekkers. Ik ben Arie Kooijman, lijsttrekker voor GroenLinks in Barendrecht. Ik wil in de gemeenteraad om het werk wat we gedaan hebben in de afgelopen jaren verder voor te zetten. Dat betekent meer aandacht voor groen en voor mensen. Voor tekort aan betaalbare woningen gaan we natuurlijk bouwen in de stationspool, in de stationsgebieden waar 3000 woningen komen. En we gaan kijken of we bestaande gebouwen om kunnen vormen tot woningen. In Barendrecht kunnen wij heel veel doen aan duurzaamheid. Onder andere op het gebied van het klimaat. Dus zorgen dat er 's winters, dat het als het hard regent, dat het droog blijft. En als het zomer is, dat we niet verbranden door de zon. En ook dat wat we nog meer gaan doen is zorgen dat er voldoende groen is. En dat groen dat vinden we heel belangrijk. En wat we nog meer gaan doen is dat we mensen zorgen dat het energie betaalbaar blijft. En dat we mensen die daar die te veel energie gebruiken, dat we die gaan ondersteunen. Zowel met zowel door te zorgen dat ze minder energie gaan gebruiken, als het eventueel helpen bij nieuwe apparatuur die minder energie kost. We willen dat de energietransitie betaalbaar blijft voor iedereen. En voor een groot deel van de Barendrechts gaat dat gewoon lukken. Die hebben voldoende mogelijkheden om dat te financieren. Maar er is ook een groep die dat niet kan. Of die heel veel energie moeten gebruiken. Nou, die mensen willen we ondersteuning door middel van bijvoorbeeld energiecoaches. Die zorgen dat de energiegebruik omlaag gaat. We willen die mensen ondersteunen door eventueel beschikbaar stellen van nieuwe apparatuur die minder energie vraagt. En belangrijk is van dat, zeker als het om huurwoningen gaat, dat die woningen verbeterd worden. De Zuidpolder willen wij uitbreiden. Het gedeelte tussen de derde Barendrechtse weg en de A29 willen we betrekken bij de bestaande Zuidpolder, zodat er een prachtig aangesloten gebied van groen ontstaat in Barendrecht. En liefst moet dat doorlopen ook naar Zwijndrecht en naar Albanswaard. Er zijn nu ongeveer 28.000 bomen in Barendrecht. Wij willen dat uitbreiden tot zo'n 48.000, hè, want dat zijn het aantal inwoners van Barendrecht. En we moeten dus op zoek naar plekken waar we die bomen kunnen neerzetten. En dat is vooral belangrijk op plekken waar het zomers nu heel loeiheet wordt, omdat er alleen maar heel veel stenen zijn en verder geen groen. Wij willen daar zeker verder mee gaan, omdat minder afval, restafval betekent dat er minder afval verbrand moet worden en dat er meer waardevolle stoffen overblijven. En dat is nodig in een tijd waarin we zorgvuldig om moeten gaan met wat de aarde ons biedt.